De wolf is weer gespot in Nederland. Het roofdier is op verschillende plekken in de buurt van het Twentse Oud-Marsum gezien. De wolf is daarna weer naar Duitsland gegaan. Een bootramp in Maleisië heeft aan zeker 1 opvarende het leven gekost, maar tientallen mensen worden nog vermist. De opvarenden proberen Maleisië illegaal binnen te komen. Een half uurtje eerder op weg naar werk om op tijd thuis te zijn voor de wedstrijd Nederland-Australië. Ook zijn veel mensen iets eerder naar huis gegaan om niets te missen van het WK-duel. Deze postzegel kostte in 1856 1 cent. Nu is het de duurste postzegel ter wereld. Op een veiling is 7 miljoen euro betaald voor de zegel uit Brits-Guyana. Buitenlanders mogen uit coffeeshops worden geweerd. Dat is het oordeel van de Raad van State. Gemeenten kunnen met deze maatregel de strijd tegen het drugstoerisme aangaan.